Amerika vindt eigenlijk dat de Europese partners van de NAVO meer zouden moeten gaan betalen. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Nou, ik zie wel dat de NAVO voor steeds meer uitdagingen staat. We zien aan het oosten een veranderende houding van Rusland, waardoor de verdediging van ons grondgebied en de afschrikkende taak wat meer prioriteit krijgt in de NAVO. En dus ook de readiness, de reactietijden. Daarnaast zien we dreigingen op het gebied van terrorisme, we zien migratieproblematieken, we zien instabiliteit aan onze zuidgrens, wat ook om aandacht vraagt. Dus over die hele breedte zie ik dat de NAVO om zich heen kijkt van oké, wat zijn de eisen die we naar de toekomst moeten stellen en wat voor geld is daarvoor nodig? Dan is het eigenlijk geen gekke vraag van president Trump. Het is zeker geen gekke vraag die niet alleen president Trump stelt, maar die alle landen zich stellen van de NAVO. En als je daarbij realiseert dat Amerika nu ongeveer 70% van de NAVO betaalt, is het ook een hele begrijpbare vraag dat hij die stelt. Dus komt u eigenlijk juist goed uit? Nou ja, het is wel een signaal wat we niet alleen van meneer Trump krijgen, maar wat we ook vanuit de realiteit om ons heen zien. We zien een toenemende, of eigenlijk een veranderende houding van Rusland in het oosten, die om meer aandacht en gereedheid vraagt. En we zien die dreigingen uit het zuiden op ons afkomen, die ook om meer aandacht vragen. En ja, dan is de vraag rechtvaardig, van zijn de krijgsmachten van de NAVO bij elkaar opgeteld nog wel genoeg om dat te kunnen beantwoorden? En als we ondertussen constateren dat een groot deel van die landen onder de 2% norm van de NAVO ligt, dan kunt u zich voorstellen dat op de NAVO-vergadertafel de vraag indringend voor ligt van kunnen we het niet meer op peil brengen? De onzekerheden van de Rusland spelen inderdaad een rol, maar die onzekerheden vanuit Amerika, in hoeverre spelen die een rol voor u? Ja, ik denk op het politieke vlak dat iedere wisseling geeft weer nieuwe onzekerheid, geeft nieuwe vragen van hoe gaat de nieuwe leider zich opstellen. Ik zeg, laten we de feiten voor zich spreken. Maar u heeft niet het idee dat er straks misschien toch wat andere vragen komen vanuit Amerika? Nou, we hebben natuurlijk veel gehoord in de verkiezingstijd, maar het gaat er natuurlijk om wat de nieuwe president zelf als koers gaat kiezen. Die president is daar naar de secretaris-generaal van de NAVO en ook recentelijk naar de Britse premier al heel duidelijk over geweest dat de NAVO ook voor hem van belang is. Nu hebben wij 4 F-16's die helpen de Baltische Staten om het luchtruim in de gaten te houden. De Russen die zijn daar toch wat bezig met wat pesterijtjes. Stel dat de Russen toch wat doortrekken en dat artikel 5 in werking treedt. Denkt u dat Amerika dan zegt, let's go on? Nou, voor mij is dat scenario nog absoluut niet van toepassing. Wat we juist willen is voorkomen dat dit gebeurt. En daarom reageert de NAVO ook heel proportioneel hierop. Dus de maatregelen die wij nu nemen is een enhanced forward presence. Dat betekent de eenheden die wij gaan stationeren in het oosten. En die eenheden hebben vooral tot doel om naar de oostelijke lidstaten te laten zien dat we ze niet in de steek laten. En naar Rusland te laten zien van wij staan hier met z'n allen. Dus als de rode grens wordt overschreden, dan kom je de hele NAVO tegen. Maar is het in theorie mogelijk dat Amerika zegt, wij doen deze keer niet mee? We hebben een NAVO-verdrag met een artikel 5 en dat NAVO-verdrag is bindend. Daar hebben alle landen hun handtekening onder gezet. En dat is de kern van de NAVO al 70 jaar en dat zal het ook zo blijven. Maar Trump is onvoorspelbaar en hij zegt toch nee, wat dan? Daar kan ik niet op ingaan, dat zijn politieke vragen. Maar u heeft er geen angst voor dat dat gebeurt? Nee, ik kan me niet voorstellen. Amerika is gewoon een hele betrouwbare partner. Amerika betaalt ook 70% van de NAVO. De NAVO is ook heel belangrijk voor Amerika. En ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen.